Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video van Marielle Heuft van Sminkoppies. En in deze video ga ik eigenlijk helemaal terug naar de basis. Ik heb besloten om eens even heel langzaam en rustig de tijgerstreep te gaan laten zien. En waarom? Het is mij opgevallen dat wanneer ik cursisten thuis heb, dat zij verwachten dat ze binnen een uur, of binnen een dagdeel, de techniek onder de knie krijgen waar wij, of ik in ieder geval, een aantal jaren over hebben gedaan. Dat ze best wel gefrustreerd raken als het niet lukt. Dus ik dacht, als ik nou een video maak met hoe je een tijgerstreep kan oefenen, dan kunnen ze er altijd op terugkijken. Dus bij deze, hoe maak je een correcte tijgerstreep? Ik heb mijn ondergrond, ik heb mijn witte smink, ik heb een goede penseel. Ik laat mijn penseel goed. En dan begin je van dun naar dik naar dun. Van dun naar dik naar dun. En op het moment dat ik hem eigenlijk weer omhoog trek, draai ik hem een klein beetje, zodat ik een heel scherp puntje krijg om hem weer omhoog te halen. Blijf dit ook in één vloeiende lijn doorvoeren. Van dun naar dik naar dun. En oefen nou eens een heel vel vol hiermee. Een heel oefenblad vol met tijgerstrepen. Auw, dan zo, tint die bijt me gewoon hier. Oh, foei toch. En dan zal je vanzelf zien dat wanneer je een heel vel vol hebt, dat je tijgerstrepen steeds beter en vloeiender en mooier worden. Heb je nou geen zin om aan tafel te gaan zitten met een oefenbord? Dan ben je natuurlijk ook altijd op de bank. Lekker gewoon op je eigen arm. Van dun naar dik, naar dun. En een tijgerstreep hoeft helemaal niet iedere keer hetzelfde te zijn. Hè? Want bij tijgers is dat ook niet zo. Dus van dun naar dik, naar dun. En zo oefenen we. Gewoon alleen maar tijgerstrepen van dun naar dik naar dun. En dan ook weer terug. Dun. En zo kan je ook in een hoekje. Nou, ben ik heel benieuwd hoe jullie oefenbladen eruit gaan zien. Ga je ze maar laten zien. Ik wens jullie heel veel oefenplezier. Vergeet deze video niet te liken. Abonneer je op mijn kanaal, zodat je allemaal van dit soort tips en tricks gaat blijven zien. En oefen iedere dag even een beetje. Al is het maar 5 minuutjes. Dus eventjes een paar van die strepen, zodat het onder de knie blijft. Ook voor de gevorderden van onder ons. Want ik denk dat we allemaal wel eens gemerkt hebben dat je, ga je bijvoorbeeld op vakantie, dan heb je 2 weken niet gesminkt. En dan kom je terug en dan denk je echt van, wow, ik moet het weer even onder de knie krijgen. Als je nou even blijft oefenen, dan zit het, blijft het gewoon in je vingers zitten. Je verleert het niet, want het is net fietsen. Maar oefening baart kunst. Ik wens jullie heel veel oefenplezier, heel veel sminkplezier, heel veel tijgerstrepenplezier en tot de volgende keer.